vindt u deze kapsalon, mevrouw? Ik vind het heel fijn dat ik... Ga ik het eens een keertje filmen hoe mama het doet, want dan kan Kelly het ook weer zien. Hallo lieve vrienden, een hele goede morgen nog. Ja, want het is 11:40. Ik ga zo rap met de hondjes uit en ik moet om 12:30 weer ergens wezen en gaat de schade weer in. Hoe ik terugkom weet ik niet. Nee. Ik heb wel leuke ideeën, maar of dat allemaal daarom kan, weet ik niet. Maar ja, we zullen het beleven. En ik doe voor de hondjes dit keer de televisie maar even aan. Dus de stekker gaat daarin en dan kan die straks aan. Ik zou zeggen, lieve vrienden, welkom bij een gloednieuwe vlog. Dus we gaan alleen daartoe, de kapster. En jullie gaan gewoon mee, .nl. Ja toch? Dus zeggen, lieve vrienden, ik hou het kort, want anders red ik het niet. Nee, ze zeggen, geniet ze van alles. Met wat jullie doen en met wat wij doen. Ik zou zeggen, ook komt Roderick en Karin met een bliksembezoek aan het einde van de dag, ergens begin van de avond. Ik weet het allemaal niet wat er gebeuren gaat. Maar in ieder geval wat er nu gebeuren gaat, is dat ik met de hondjes uitga. En jullie gaan straks overal mee naartoe. Maar of er gevlogd wordt, dat is vraagteken. Maar dat komt wel goed. Ja hoor, komt allemaal wel goed. En anders doe ik het thuis weer. Ja toch. Maar oké, geniet. En ik vergeet jullie niet. Doei. Nou lieve vrienden, zoals jullie zien, ik ben bij de kapper. Ja, en nou film ik eens andere mensen in plaats van dat ik mezelf ga filmen. Maar dat doet er niet toe, ik word straks gefilmd. Ja. Hè Lin? Ja hoor. Ja hoor. Dus jij wil niet, dus ik let wel op. Die mevrouw wil wel. Dus dat, dan kom je er wel op hoor. Nee, voor de helft. Dus ja, hoe vindt u deze kapsalon, mevrouw? Ik vind het heel fijn dat ik word goed geholpen. Mooi, nou dat ben ik geheel mee eens, want dat heb ik ook hoor. En ik vind het gezellige mensen en ieder de eigenaresse vind ik ook een schat. En Linda is ook een schat, nou ja. Zo heb ik ze allemaal, Milado. Nou, ze zijn allemaal lief. Ja, daarom. Ja, en daarom komen we hier. Wij zijn ook lief, hè? Wat zegt u? Wij zijn ook lief. Ja, wij zijn ook lief. Zeker te weten. Ik wil wel zeggen dat ik de leukste ben, hè? Dat ik kan natuurlijk. Maar ja, jouw haar wordt dus ook mooi. Ja, dat doen we gewoon. Ja, toch? Ja, makeovers. Ja. Nou, Linda doet gewoon haar best. Oh, en hoe heet de kapsalon? Lin? Golden Scissors. Staat op je schort. Staat op mijn schort. Ja. Dus daar doen we het voor. Deze kapsalon. Dus mensen, lieve vrienden, komen jullie in Den Helder, dan zou ik zeggen. Kom naar deze kapsalon. Als jullie op de camping staan, weet ik veel waar, hier onder de duinen door, of op Texel, en je moet je haar gedaan hebben. Onder de steen vandaan. Dan ga je het centrum van Den Helder in en je zoekt deze mooie, geweldige kapsalon. Waar je heel goed wordt geholpen. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, jullie zien mij ook trouwens in de spiegel, dus dat wordt helemaal leuk. Maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ze zeggen tot later. Mijn gang gaan. Ja, kijk eens, Cor, ik ben gewoon weer aan het vloggen. Ja. We hebben weer mee. En een hartje, we gaan even inzoomen zo. Kijk eens wat een tof kapsel jij weer hebt. Goed hoor. Ik ben er weer blij mee. Kijk eens. Ja, ik ben helemaal blij. Zo, lieve vrienden, ik ben eindelijk weer thuis. Net de kachel aangedaan, want het is koud hier. Ja. Maar dat kan ik ook aan mezelf leggen, maar ik heb steenkoude handen en die doen mezelf pijn erdoor, door de kou. Ik ga zo lekker even een bakje koffie maken en de computer aandoen. De televisie heb ik weer uitgedaan, want het geluid was weer dikke knurren. En we zullen het beleven.
En ja, ik had zitten te appen ook met Mary, want die was bij me aan de deur geweest. Terwijl ze wist dat ik er niet was, dat had ik er gezegd. Want ze had al gebeld en geappt dat ik met de meisjes uit was. Kom thuis, ik heb gezegd, ik zeg wat met de meiden uit en ik ga nu weer weg. Is dat niet genoeg? Ik weet het niet hoor. Maar ja, oké, ik kan dan mij weg. Ik zal er zo bellen. En zeggen dat ik thuis ben en wat er aan de hand was. Ja, ik weet het ook verder niet. Zeker hoge nood gehad of zo. Ja, wat weet ik ervan. Daarom, ik ga het zo wel even bellen. Maar ik hoop dat jullie mijn haar leuk vinden. Ja, aan wie komt er een hartje? Ik ben er in ieder geval wel blij mee. Enkel de hartjes houden niet echt pakken. Die hebben ze nog een keer moeten doen, daarom heeft het ook wat langer geduurd dan normaal. Maar in ieder geval, het zit. Ja, en ik ben er blij mee. Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen. Ik heb echt, nou ja, ik heb het echt koud. Ik doe denk ik mijn privékacheltje druk bij aan. Ja, ik heb het echt koud. Pak ik koffie en ik ben flauw, ik ga een broodje eten. Ja. Ik wil wat eten beneden. En mijn diertjes even verwennen, want die zijn verder lief geweest. En enkel dat van Mary aanbelde, want ze gingen tekeer, zei Mary. Ja, vind het gek. Als ik er niet ben, ze bewaken met hun leven mijn huis. Ja, dus ja. Dus allemaal goed. Kandalf, die loopt te scheuren, die wil ook weer eten hebben. Want die heb ik nog geen eten gegeven. Ik denk, dat komt later wel. He? Ja nou? Ja meisje? Wat is je? Vrouwtje raar eruit zien? Ja hè, vrouwtje is ook gek hè. Ja, vrouwtje is ook gek hè. Ja. Er werd nog naar jou gevraagd. Kom eens hier, kom eens hier. Linda vroeg nog naar jou. Hé, hey, hoe het met jou was? Ja. Ja, Linda die vroeg, hoe is het met Rijka? Ja, goed hoor, ik schrijf met Alwin ook. Ja. Op een neus. Kom dan. Nee? Niet kusje? Lekker ding. Ja, je bent lekker ding. Je bent lekker ding. Oh, 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 meisje toch. Hé? Nou, doe maar. Dus ja, het moet allemaal kunnen. En daar is nog een meisje. Kom maar. Oh, goed zo. Hé? Ja, nou. Nog een mooi meisje. Oh. Hé? Nou, zo'n lief meisje. Ja. Hé? Wijfie. Ja, jullie krijgen wat lekkers. Ja, jullie krijgen wat lekkers. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet. Ik vergeet jullie niet. Ik kom altijd wel weer terug. Of het nou wat later is dan een andere keer, of wat eerder dan een andere keer. Ik kom iedere keer weer bij jullie terug, omdat ik jullie niet vergeten wil. Dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. En veel plezier. Doei! Wat ga jij doen dan? Wat ga jij doen? Wat is er, Rekke? Rekke? Ga ik het even filmen hoe mama het doet? Dan ga ik het eens een keertje filmen hoe mama het doet, want dan kan Kelly het ook weer zien. Zeg ik daar een bekende naam, Kelly? Ja. Ik maak mijn loop even klaar. Nee. Ik vind juist leuk hoe ze dat doet. Hoog dan. Snoepie tijd. Dat die honden te waren van mij. Ah, nonnen. Voordat ik weg ga, is het snoepje toch. Hé, hier. Pootje, pootje. Dankjewel. Rijka. Elvin. Allebei lief, hè? Ja.
normaal bijna nooit. Dat zie je zelf wel. Even kijken. Ja. Nou, dan moet je omdraaien. Nou, nu even stoppen. Die hebben. Die koppel van zelf. Dat weer los. En bij thuis komt zelf Elma daarmee. Hè? Ja. Dan houdt die de hele bende vast. Rijk aan bank. Kom en niet zo raar doen. Hoofd je erdoor. Goed zo in je bed. Dat geeft. Dat is één. En dat is twee. En dan aan de kant. Elwing. Piep in. Dank u. Staan. Dank u. Nee, ja. Dan heb ik jou een puzzel voor je moeder, begrepen? Nou wil ik nog wel bij een kus. Jij doet het niet. Hm? Kijk je pijn. En rustig. Rustig. Het kruidje is nog niet zo ver, hè? Ik wil deze meenemen. Snoepje tijd, mevrouwtje. Zonnebril op. Houtje wafel. Die stond nog aan op schoot. Deze staat ook nog aan. Zeg ik. En het licht uit. Hup in de tas. En rust. Kom je even van de bank af, dame? Dank u. En dan gaan we. Hé. Zitten en wachten. Rijka, wachten. Kijk hoe de hand kunnen nog maar gaan. Geen zin om kramp te krijgen. Rustig. Rustig.